Goedenavond, welkom. Tijd voor het persmoment na de wedstrijd van vanavond. Ik geef graag eerst het woord aan de coach van de bezoekers, Mark. Dankjewel. Dankjewel. Het is niet het moment om dat te zeggen. Maar ik denk dat Gent heel gedreven, heel agressief, heel veel swing in hun spel had. En hebben ons van minuut 1, van seconde 1 zelf, op ons doel geplakt. Enerzijds begrijpelijk, omdat zij één absoluut deze wedstrijd wilde winnen. En dan anderzijds ook die bekerfinale aan het voorbereiden zijn. Dus zij zaten duidelijk in een snelheid hoger. Dus heel veel druk voor ons doel. Wij zakten te laag in, zodat het altijd situaties in onze 16 was. Dus veel turbulentie, veel gehaar ook. En ik denk dat Julien de Saar de vierde keer mocht aanliggen vrij. Dus die vierde keer was er duidelijk eentje te veel aan. Dus je gaat rusten met 1-0. Dat is nou altijd niet het einde van de wereld. Alleen ook die tweede helft. Ik denk dat het vooral door een gebrek aan beetje gochme, een beetje durf, een beetje veel zelf, lef ook om te durven voetballen. Wat de dag ervoor op training eigenlijk heel goed liep. Dan zie je die vrijheid, dat ze die niet meer opzoeken, dat er geen bereidheid en wil om de bal te krijgen is. En dan, ja, dan blijf je terug onder die druk die Gent aanhield, ondanks hun 1-0 voorsprong. En dan geven we het tweede doelpunt dat Rafa in de voeten van de tegenstander gooit, die scoort. Dat brak, hè. Dat was echt een breekpunt. Ik vond voordien, ondanks het gebrek aan durf om te spelen, was het vooral wel coherent, collectief, gesloten, veel werklust. Dat was er. En dat viel na dat tweede doelpunt weg. En dan, het derde doelpunt was van Jos Zuiger, een mooi doelpunt, maar ook een weggeefbal. En dan 4 en 5 was hetzelfde niveau dan het tweede doelpunt. We waren echt cadeau-doelpunten. En dat maakte toch wel een zeer zware nederlaag voor de laatste wedstrijd. Dus we zijn zeker niet gelukkig. Dankjewel, Mark Brijs. Hein? Het zal een beetje korter zijn, want Mark is een goede analist, dus ik moet niet veel. Ik moet de dingen niet herhalen. Buiten het feit dat zij wel goed gestart worden. Dat wel. Ik vond dat ze de eerste 4-5 minuten voor hun rekening hebben genomen. En ik was niet tevreden met onze start, maar dan hebben we het inderdaad wel vrij snel overgenomen en eigenlijk niet meer uit handen gegeven. Goed beseffende dat dit Leuven een team is dat niet alleen kwaliteiten heeft, maar ook een heel goede staf heeft. Vorige week bewezen heeft dat ze eigenlijk altijd hadden moeten winnen tegen Antwerp. Dat is misschien ook de reden waarom dat wij geen play-off 1 spelen. Het zat hen toen ongelooflijk tegen, dus wij waren echt op onze hoede voor een team dat ons eventueel kon pijn doen. Dat hebben ze ook in de heenmatch tegen ons getoond. Daar winnen wij 0-1. Maar was het echt tweede helft een beetje overleven, alhoewel dat we ook onze kansen niet afgemaakt hebben. Maar het klopt voor de rest. Hè. Het tweede doelpunt heeft ons helemaal bevrijd en heeft hen, denk ik, de hoop helemaal ontnomen. Ook dat er misschien nog iets in zat. En dan, dan komt dat derde, vierde, vijfde doelpunt ook door fases die ze eigenlijk een beetje weggeven. Ik ben heel tevreden met de manier waarop wij deze match hebben aangepakt. Bijna vol huis. De Foundation Dag, 2500 genodigden van de Foundation. Voor die jongens was dit hun bekerfinale. Want die hebben niet de kans om volgende week naar de bekerfinale te gaan. Dus die waren hier vandaag. Die krijgen niet iedere keer de kans om een match bij te wonen van het eerste elftal van Agent. Dus ik had dat ook aan mijn groep gevraagd. Van, maak er ook de bekerfinale van voor die 2500 gasten die iets met KA Gent Foundation te maken hebben. En ik denk dat ze een fantastisch moment hebben meegemaakt.
En ik ben absoluut super trots op mijn groep dat zij op deze manier de reguliere competitie hebben afgerond. Dus 62 punten, 25 op 27 in de laatste 9 matchen met van alles wat men geprobeerd heeft. Om dat misschien ja, niet te doen lukken. Dit zijn geweldige cijfers. Ik wil op hetzelfde moment ook onmiddellijk zowel Anderlecht als Kortrijk feliciteren. Anderlecht als verdiende deelnemer van play-off 1 over heel het seizoen. En Kortrijk die ja, ondanks een heel wat mindere periode na nieuwjaar ja, toch nog eens alles heeft gegeven in die match om te proberen van ja, in schoonheid afscheid te nemen van een geweldig publiek. Voor ons net niet genoeg. Gelijkspel was, ja, was uitzonderlijk geweest, maar we rekenden daar eigenlijk niet op. En ik zeg het zelf, ben ik ongelooflijk tevreden met de prestatie vandaag, los van al de rest. Omdat die rest, daar heb je geen controle over. Je had hier vandaag gelijk kunnen spelen en dan had je geen goed gevoel. Je had hier vandaag 1-0 kunnen winnen, dan had je misschien ook niet echt het supergevoel. En nu denk ik dat de efficiëntie een stuk beter is dan voor nieuwjaar. Dus dat is goed naar de toekomst toe.